Ja, vrienden. Ja, we zijn hier in het prachtige Ferrara. Ja, en ik wou jullie even... Ja, jullie volgers wou ik even heel hartelijk bedanken... voor al die warme en aardige en leuke berichtjes die jullie gestuurd hebben... voor mijn verjaardag. Ja, nou, dat heeft me echt heel goed gedaan. Ja, dank je en dank je, dank je wel. Nou, kijk hiermee. Ferrara, jongens. Ik ga er eventjes wat van laten zien. Het is druk in Ferrara. Kijk maar hier. Ah, het is weer werkelijk zo. Kijk, die kleur van de huizen. Zo'n prachtige straat in Italië. Ja, jongens. Hey. En daar genieten we van. Waar je loopt. En waar je ook kijkt. En waar je gaat. Het ziet er allemaal even leuk uit. Hier in Ferrara. Hé, zo is het dus, schat? Ja, ik vind het echt leuk. Ja, al die boogjes, oh. Al die kleine straatjes en die osteria's overal. Oh. Nou, je hoort het. Ja, de reisleiding is er ook heel erg tevreden over. En dan doe je gewoon een paar passen uit de drukte. En dan kom je ineens in een zijstraatje terecht. Kijk. Zie je dat? De rust, de stilte, de schoonheid. Ja, Italië op zijn mooist. Ja, dan staan we hier dan in het centrum van Ferrara, vrienden. Dit is jammer. We gaan er hier een eind aan breien aan onze trip, hè, schat? Ja. Ja, we gaan, ja, en dan denken we terug aan waar we allemaal geweest zijn. Ja, en dan komt als nummer 1 uit de bus, vrienden. En die naam van die plaats, die moet je ook in een boekje zetten. En die moet je goed onthouden. Zeg jij het maar. Mandello dell'Ario. Kijk. Voor mij. Hey. Schrijf hem mee. We zetten hem even onder in beeld hier. Die komt hij. Mandello dell'Ario. En daar moeten jullie naartoe gaan. Kijk en geniet mee van deze prachtige beelden. Kijk, hier loop je dan zo onderdoor. Zo, met al die bogen. En dan heb je dus overal steeds weer. Loop je tussen die boogjes door. Kijk je dan weer op het meer. En dat was zo idyllisch en zo mooi en zo rustig. En dat is echt van een andere orde. En dan, ja, dan trekt heel Italië in al je vezels, zal ik maar zeggen. Dan krijgt het woord genieten, krijgt gewoon een extra dimensie. Dat is echt van een andere orde, hè, lieverd? Hè? Ja, dat is ja. Heel bijzonder. Nou, kijk, dus nou, met die gedachte... Van Mandello dell'Ario, vrienden, gaan wij gedag zeggen vanuit, ja? Ferrara. Vanuit Ferrara. Dag! Dag!